veilig behangen begint met een stevige huishoudtrap. Klik het plateau stevig vast. Kleine oneffenheden zie je altijd door het behang heen. Repareer beschadigingen met muur of nadevuller. Bij een zuigende ondergrond heb je een voorstrijkmiddel nodig voor een goede hechting. Verdeel de voorstrijk goed met een roller over de wand en laat het een nachtje drogen. Zet met behulp van een schietlood of lange waterpas een loodrechte potloodlijm op de muur. Daar komt straks de eerste baan tegenaan. Knip elke baan 10 centimeter langer dan de muur hoog is. Dat geeft boven en onder wat speling. Breng de kant-en-klare glasweefsellijm op de muur aan met een roller. Smeer iets breder dan de breedte van je strook behang. Neem je tijd om de eerste baan rechtop te hangen langs de loodlijn. Werk altijd van het raam af. Dan vallen de behangnaden straks het minste op. Hangt het waterpas? Druk dan het behang overal goed in de lijm met een behangspatel. Bij de hoeken laat je het behang een stukje doorlopen. Gebruik een behangliniaal en een scherp Stanleymes om de baan op maat te snijden. Heb je een stopcontact? Schakel de elektra uit en haal hem eraf. Hang vervolgens de volgende baan op en veeg de hoeken goed aan met je behangspatel. Bij het stopcontact snij je het overlappende behang weg met een Stanleymes. Met een nadenroller en wat extra lijm rol je de naden strak. Overtollige lijm veeg je weg met een vochtige spons. Zo, deze muur kan er weer een tijdje tegenaan. Werk hem af met muurverf voor een mooi resultaat.